een man gekend. Het geld dat stroomde binnen, had de duurste wijn en schilderijen. Maar een vriend is niet te koop, nu is hij eenzaam met zijn kunst. Al die wijn alleen leeg drinken, toch wel een hoop. Van de senioren Brabant Zeeland. En ik heb het genoegen om opnieuw voor zo'n enorme volle zaal te staan. Op te steken. U voelt zich oud. En dat is een glazen bol. En als u eens in uw eigen glazen bol kijkt, nu op dit moment, dan is dat is voor u belangrijk. Hoe wordt u graag ouder? Want we zullen na moeten gaan denken over ouder worden. En heeft u al nagedacht over uw toekomst? Ik ben daar continu mee bezig geweest. Daarom ben ik onlangs verhuisd. En gaan wonen bij mijn dochter. En hoe bevalt u dat? Meer dan 100%. Dan heeft u alles al goed geregeld. Heeft u misschien een tip voor mensen hier die nu aanwezig zijn om daar ook stap in te nemen? Weerstanden laten vallen en overwinnen. Je moet nuchter blijven. En die alleen maar leefde voor zijn werk. Op zondag sneed hij af en toe het vlees. Nu is hij met pensioen en is zijn vrouw ineens niet meer. De wasmachine raadsel, want hoe zat dat ook alweer? Als je de regie wil blijven houden, dan moet je wel tijdig gaan nadenken. Wat is nodig om je regie ook straks te hebben, ook als er iets gebeurt? Ja, ik ben mijn huis aan het opruimen. Ik ben nu 82. En ja, je hebt zoveel troep op de zolder. Ik heb een vrouw gekend die hield van lekker buiten leven. Veel privacy en handen in de aarde. Dat is leuk, zo'n boerderij, maar met rollator niet verstandig. De buren wonen zo ver weg, een lift krijg je niet handig. Wat kan ik nog wel? In plaats van wat kan ik niet meer. Want je kan nog heel veel wel. Ook als je wat ouder bent, minder vitaal bent. Allemaal een nummertje gekregen. Ja? We gaan zo dadelijk en nu gaan we eventjes er een stevig de pas erin zetten. Het was heel gezellig en ik heb er veel van te horen gekregen. Ja, het was heel, heel goed. Nou, de eerste bijeenkomst zit erop. Jullie zijn de organiserende partij van de Stichting Wonen, Welzijn, Zorg en Waleren. Hoe is het gegaan? Tony, zal ik bij jou beginnen? Nou, ik ben echt heel erg blij met de opkomst, dat is één. Maar twee, ook de inhoud. Het is echt een heel mooi, heel confronterend verhaal geweest. En ik hoop echt en ik verwacht ook dat de bewustwording waar wij naar streven, dat dat bij de mensen ook echt binnen is gekomen. Dat hoop ik echt. Ik kan het eigenlijk alleen het verhaal van Tony ondersteunen. Hele goede inhoud. En je ziet gewoon dat de mensen aan het denken worden gezet. En waar kunnen mensen informatie vinden als ze nog naar een volgende bijeenkomst willen komen? Ja, op onze website uiteraard. www.waalrug.org. En toen kwam later en bleek plots alles anders te gaan. Later kwam hier is het nou. De toekomst waarvan je niet gedacht had dat die zo komen zou. Kijk, niemand heeft er zin in om een keertje dood te gaan. Maar geloof mij, dat is de enige administratie op deze aardkloot die buitengewoon secuur wordt uitgevoerd.